Is dit nou jullie hoofdveld? Nee, dit is nou even niet ons hoofdveld. Dit was aanvankelijk ons hoofdveld, wat ons 5 jaar geleden is beloofd. Ons hoofdveld ligt nu aan de andere kant van een tribune en is niet zichtbaar vanaf hier. Dit zijn Belgische toestanden. Dit moet niet kunnen. Als je hier een foto maakt van die tribune die uitkijkt over dit afschuwelijke knollenveld, ja, dat is toch lachwekkend, dan ben je het lachertje. De voorzitter van de Eindhovense club heeft wel een vermoeden waarom het derde veld nooit is aangelegd. Het hoofdveld was een plan van de wijk, voor de woonwijk Tongeren. Dat plan is door de huizenmarkt en de huizencrisis niet doorgegaan. En zodoende is dit project ook niet doorgegaan. Maar met deze verklaring neemt Henk Krol geen genoegen. Zijn politieke partij, het Ouderenappel, heeft de gemeente inmiddels om opheldering gevraagd. Het bouwen van zo'n tribune kost kapitalen. En die bouw je natuurlijk alleen maar op het moment dat je zeker weet dat die velden droog komen. Je zet toch niet zo'n immense tribune neer om uit te kijken over deze rimboe? De club zou heel graag gebruik willen maken van de tribune, maar heeft te weinig leden om de huurkosten van een extra veld te kunnen betalen. We hebben een ledenbestand wat ook geen behoefte heeft aan een derde veld. Dus wat dat betreft is het voor de club niet zo vervelend dat we niet kunnen voetballen of dat we leden moeten gaan weigeren. En dat het er raar uitziet, dat klopt. En die mening delen de leden ook. Zij hebben de tribune nooit gebruikt en weten dus ook niet wat ze missen. Voorlopig nemen ze genoegen met iets minder.